enige doel wat wij eigenlijk hebben hier is iedereen met zo goed mogelijk koffie in contact laten komen. En omdat ze dan maar thuis denken van dat wil ik ook hebben of dat wil ik ergens drinken of wil het gaan maken. Het opvoeden van, om het zo maar te zeggen, van het Nederlands publiek, dat is mijn grote passie. I think the Amsterdam Coffee Festival is a great place to meet people, to see trends, to get a chat with everybody and see what's going on in the market. So it's definitely, for me, it's like a big meeting point with partners, customers, market opinion leaders. And so that's my main reasons to come here. Nou, de verwachting is dat wij enthousiasme bij de consument brengen op het gebied van koffie, maar ook op het belang natuurlijk van water in dat hele stuk. Wij doen al jarenlang, partneren wij met branderijen en dergelijke en met barista trainingsinstituten om het verschil van het ene water en op de koffie, het effect van je water op de koffie, om dat duidelijk te maken. En dat is voor ons eigenlijk van belang voor een beurs als dit. Dat je mensen laat proeven en laat zien wat het effect is van betere kwaliteit water voor je koffie. Wij zijn al vanaf het begin betrokken bij de barista kampioenschappen, bij de latte art kampioenschappen. Omdat dat eigenlijk dé plek is waar de barista's in Nederland, die steeds op een hoger niveau komen, hun kunsten kunnen laten zien. En dus daarmee ook kunnen laten zien wat de ontwikkeling van de barista in Nederland doormaakt. Dus een heel mooi podium om die ontwikkeling te kunnen laten zien. Vorig jaar zijn wij hier voor het eerst gaan staan. Wij willen wat bekendheid bij het bredere publiek. Het bredere publiek bedoel ik meer mee. Iedereen kent ons wel van de zetkoffie, de glazen kan, maar we hebben zoveel meer dan dat. En wat is het podium om dat te laten zien in Nederland en denk ook wel buiten Nederland, is het Amsterdam Coffee Festival. Heel simpel, als er geen Formule 1 is kunnen we geen auto rijden en daarom hebben we dit nodig. Hier lopen mensen rond die niet het wiel uitvinden, maar bezig zijn het beste uit koffie te halen. En daar heb je equipment bij nodig, daar heb je publiek bij nodig. Eigenlijk is het een melting pot van alles wat ontwikkeling is. En dat hebben we nodig. Straks ook in de stad, in het dorp, daar waar we koffie drinken. Dat maakt het leuk. Nou, wij vinden het sowieso heel belangrijk om specialty koffie te promoten. En we zijn zelf een franchise-keten. En in franchise is het niet overal gewoonlijk om ook specialty koffie te serveren en dat proberen wij wel te doen. Dus specialty koffie eigenlijk aan het grote publiek laten proeven. En Amsterdam Coffee Festival is natuurlijk het festival die specialty koffie onder de aandacht brengt en ook de gewone koffiedrinker eigenlijk meer kennis geeft over koffie. Ik denk dat de SCA heel belangrijk is omdat het het enige keurmerk is als je op het opleidingsgebied eigenlijk kijkt. Dus het diploma wat de SCA uitgeeft is van zeer groot belang. En als dat diploma meer waarde krijgt, dan krijgen we ook een betere cultuur. En dan wordt het koffiemaken echt een vak. Dus daar is de SCAE, de SCA, voor mij het allerbelangrijkste in.